Heeft de Web en Contactdagen ons geholpen om de doelen te bereiken? Ja, dat denk ik wel. Je wordt echt van tevoren wel meegenomen in het proces van hoe je je gaat presenteren op de beurs. We hebben concrete doelen, is natuurlijk altijd nieuwe business binnenhalen, dat is altijd leuk. Maar ook zeker bestaande klanten die langskomen, die toch misschien nog wat vragen hebben. Maar de concrete doel is naar lezingen gaan, maar vooral ja, kennis delen en weten wat er speelt in de markt. Ons helpt is voornamelijk, zat ook bijvoorbeeld in de voorbereiding. Dus we kregen lezers, sprekers training. Ja, dat helpt natuurlijk heel erg om onszelf ook goed te kunnen presenteren als onze sprekers ook zichzelf goed kunnen presenteren. En daarnaast heb je natuurlijk gewoon de samenwerking met de Web en Contactdagen is altijd prettig. Je krijgt goede ondersteuning als dat nodig is. De beursdeelname is voor ons geslaagd als wij een flink aantal potentiële gebruikers hebben kunnen spreken. Wij horen vaak wel nog een half jaar later terug van we hebben jullie gezien op de Web en Contactdagen. Dus dat is voor ons altijd een mooi doel. En daarnaast als we gewoon een aantal van onze huidige gebruikers hebben gesproken. Ik denk dat voor ons de beursdeelname is geslaagd. Wanneer we gewoon met veel ondernemers in gesprek hebben kunnen treden. Gewoon veel contact hebben kunnen hebben. Dat we zeker ook wat mensen hebben kunnen laten weten wat Marktplaats voor hen kan betekenen. Ja, wij halen wel met name leads hieruit, maar we willen ook graag partners spreken natuurlijk en naamsbekendheid opbouwen. Ja, we hebben concrete doelen. Zo'n stukje relatiemanagement op bestaande klanten, een stukje relatiemanagement op partners, een stukje merkbekendheid en een stukje leads. En natuurlijk wil je altijd ROI eruit halen.